We staan bij het landgoed Zandwijk, waar het IVN een wandeling heeft georganiseerd die in het teken staat van bomen en paddenstoelen. Bijzonder dat we een leuk thema hebben. We hebben en bomen en paddenstoelen. Dus als er dus weinig paddenstoelen zijn, dan gaan we gewoon wat meer bomen over bomen. Oase van rust onder de rook van Utrecht en de Bilt. Ze noemen deze een rode koolzwam of een amethystzwam en dat is die op de kaart. Staan die op jouw plaatje? Volgens mij zijn dat deze. In parklandschap Zandwijk groeien de paddenstoelen tussen de exotische bomen. Daarom is er altijd wat te beleven. Kabouter, spillepien, gigante wippen. Kijk, zijn toen een paddenstoel, rood met witte stip. Het is een vliesje wat om de kleine paddenstoel zit. En de paddenstoel die groeit steeds groter. En dat vliesje wordt te klein en dat geeft dan de restjes van het vliesje. Dat zijn de witte stippeltjes. En als je heel goed kijkt... Vorig jaar hebben enkele cursisten van het IVN De Bilt Zandwijk als afstudeerproject gekozen. Hij melkt niet. Daarom zijn dit jaar de beste gidsen uit de regio hier om het IVN te versterken met 2 paddenstoelenwandelingen. We hebben een aantal gidsen vorig jaar gehad in de gidsencursus en die hadden dit gebied als project. De meeste paddenstoelen zijn giftig, net als bessen. Maar het rode vruchtvlees van de taxus is verrukkelijk. Ja. En, vertel. Is lekker. Goed zo. Struikrovers maakten bogen van takken. De pijlen met het gif van dit venijn zijn dodelijk. Dieren die ervan eten, vallen dood neer. Het lijkt wel of deze zwam bloedt. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat hij is aangesneden. Er zijn al 2 mensen hier langs geweest. En die hebben een stuk van die paddenstoel meegenomen om thuis op te eten. Hier hebben ze een stuk voor afgesneden. Ja. Zie je? Dit is echt een eetbare paddenstoel. En die vinden de mensen dus heerlijk. Het is de biefstukzwam. Daar komt nog als het ware een soort sap uit. En smaakt hij dan ook naar biefstuk? Dat denk ik dus niet. Papa, zijn deze? Zijn dit ook paddenstoelen of wat is dit? Zogeheten kastanje paddenstoel. Nee, gewoon een kastanje. Kun je die eten, Alec? Lekker. Ja. En wat voor boom is dit dan? Dit is een kastanje. Een gewone paardenkastanje. Prachtig mooi, die bast. De buitenste laag die is dood en die valt er dus af op een gegeven moment. Kijk, hier zien, hij groeit ook wat in de breedte. En die bast die kan dat niet volgen en die wordt dan krakkelee en die gaat dan breken. Op de Utrechtse weg fiets of rijd je zomaar aan dit mooie landgoed voorbij. Zonder dat je iets van al dat moois ziet. Ja, kijk eens, hier een heleboel. Ja, hele mooie. Dit zijn kleintjes. Hier, kijk eens, hier komen hele kleintjes aan. Deze was de vuurzwam. Ja, die we ook net al gezien. Die is ook mooi. De pruikenzwam is gevaarlijker dan je denkt. Hij kan zelfs een gezonde boom vellen. Zoals dit slachtoffer. Maar dat zijn de paddenstoelen die echt gezonde bomen, die misschien wel een lichte beschadiging al hebben, maar gezonde bomen echt kunnen vellen. En aan die stekels, dat zijn die draden, dat noemen we eigenlijk de stekels, daar zitten de sporen aan, waardoor die weer nieuwe paddenstoelen kan gaan vormen. En stekelzwammen zijn er in Nederland niet zo heel erg veel. Dus dan is het inderdaad wel prachtig om zo'n stekelzwam tegen te komen en te bekijken. Deze ligt op de grond. De meeste pruikzwammen die zitten hoog in de boom. Mooi, hè? Wauw, dat is groot! We lijken allemaal kabouters onder deze monumentale mammoetboom. Die bas die kan je gewoon indrukken. En als er nou brand is, dan gaat deze boom dus niet dood. Maar moet je voelen, dat is heel bijzonder. Oh ja. Zie je het? Nee, en eet hij daarom ook mammoetboom? Nee, omdat hij gigantisch groot is natuurlijk. Oh. Hier komen dus echt kersen aan en ik zie dus naar het blad dat het echt ook een kersenblad is. En ook die Japanse kersen, daar heb je ook de sierkersen en die worden veel in tuinen neergezet. Zondag 26 oktober is er een paddenstoelenwandeling op Zandwijk. Er kunnen 30 mensen meedoen. Leden van het IVN krijgen voorrang. Kijkt u uit met oversteken?